Er komt een nieuw verpleeghuis in Naaldwijk voor mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar nog niet thuis kunnen wonen. De gemeente Westland, verzekeraar DSW en zorginstelling Pieter van Voreest hebben dat maandag afgesproken. De instelling komt op de plaats van het gesloten verpleeghuis De Naaldhorst, dat wordt afgebroken. Westland heeft nu geen bedden voor mensen die uit het ziekenhuis komen en die nog wel enige zorg nodig hebben. Voor oudere revalidatie moet je naar Delft, Vlaardingen, Den Haag of zelfs Rotterdam. Zo ontdekte Corrie Alsemgeest uit Naaldwijk, die een bed zocht voor haar moeder en er in november vorig jaar een brief over schreef aan wethouder Vreugdehil. Waarom is de gemeente Westland niet in staat om voor zijn ouderen te zorgen? Graag hoor ik van u. Maar ook voor de oproep van Corrie Alsemgeest was de gemeente hier al mee bezig. Deze brief was een onderstreping van wat wij als college al wilden, wat ook het vorige college al heeft bedacht met elkaar. We komen nu tot het moment dat we inderdaad de intentieovereenkomst kunnen gaan tekenen. En nu is er dus gekozen voor nieuwbouw op de plek van De Naaldhorst. Er komen nog meer voorzieningen, ook voor andere doelgroepen. We willen hier echt een mooie plek van maken waar in allerlei zaken die op dit gebied spelen een plek krijgen. Dan gaan we kijken naar de behoeften die er zijn in het Westland en hoe we daar het beste op kunnen aansluiten in een mooie nieuwe voorziening waar alle ouderen heel erg blij van gaan worden. De seniorenraad Westland is blij met deze oplossing, maar wijst er wel op dat dit voor de lange termijn is en dat er ook voor de korte termijn iets nodig is waarvoor de betrokkenen maar eens creatief moeten nadenken. Gewoon met elkaar creatief denken en zorgen dat er ook mensen weten, dat de inwoners van Westland weten dat er opvangmogelijkheden zijn als het thuis echt niet meer gaat. Hier in het oude gebouw, nou dat gaat echt niet meer lukken. Het gebouw is echt heel erg verouderd en slecht. We hadden hier slaapzalen. Nou, ik denk dat niemand meer blij wordt van een oudere die op een slaapzaal verblijft in een heel oud gebouw. Dus dat is echt niet mogelijk. Wanneer er echt begonnen wordt met de sloop en de nieuwbouw van De Naaldhorst is nog niet duidelijk. De moeder van Corrie Alsemgeest zit inmiddels in verzorgingstehuis De Ark in Wateringen.